ouders dus vandaan kwamen. Mijn ouders zijn in Nederland gekomen toen ik 3 jaar oud was. En ik en mijn pa is direct hier lid geworden van het nieuwe zeilclub die toen in de tijd 3 jaar bestond. Toen ik mijn diploma's haalde, dan mocht ik mee eerst op de lezen met mijn vader. En toen ik groter werd, mocht ik sturen op de lezen. Dan ging mijn vader nog mee. En later in de jaren 80 kwamen die catamarans op het strand. En zo heb ik gewoon langzaam op een natuurlijke manier leren zeilen. Ik heb mijn hele jeugd op een Franse school hier in Scheveningen gezeten. En na mijn school ben ik in plaats van teruggaan naar Frankrijk om te studeren, ben ik hier blijven hangen. Ja, ik ontdekte dat je in Nederland het maritieme techniek, scheepsbouw kon studeren. En gezien het jeugd die ik had zo dicht bij het water met bootjes, dacht ik, joh, dat is wel een leuke studie, scheepsbouw, leren bootjes bouwen. En dat heb ik gewoon gedaan en ook afgemaakt. En na mijn studie heb ik een jaar zo'n zogenaamd sabbatical. En dat was het jaar van de K2-expeditie, waar ik gewoon een hele jaar alleen maar geskiet en geklommen heb om mij voor te bereiden voor het toenmalig eerste K2-beklimming, Nederlands K2-beklimming met Ronald Naam. Ik wilde dus een baan vinden als in Zwitserland of in de bergen. Toen ben ik begonnen aan de berggidsopleiding in Zwitserland. Ik was binnen een jaar aspirantgids. Toen moest ik gewoon een jaar als aspirantgids werken. Alleen tijdens net voor de examen, de laatste jaar van de examen, was ik op een zondag bevroren waterval aan het klimmen met 2 aspirantgids vriendjes. En tijdens het waterval klimmen stapte ik op een sneeuwvel die losbrak. En daarmee ben ik gewoon de diepte in geglijden met de lawine, met de sneeuwvlak. En door het val heb ik mijn rug gebroken en daardoor dwarslesie opgelopen. En dat blijkt gewoon heel snel dat ik nooit meer zou kunnen lopen. Dus met die plannen die ik in mijn hoofd had met mijn gezin, moest ik redelijk snel andere plannen. Mijn toekomst werd gewoon ineens heel anders dan gepland, zeg maar. Het leven is te kort voor diepe dalen voor mij, zeg ik dan. Ik heb wel de hele indruk dat ik te weinig tijd heb om alles te willen doen die ik wil doen. Dus ik heb niet veel tijd als ik een diepe, inderdaad zo'n piekerperiode heb of zo, en dat is vaak een beetje afhankelijk van het seizoen en het activiteitsniveau die ik heb. Ik probeer hem redelijk direct te vullen met iets doen. En door iets te doen, dan gaat het inderdaad veel beter. Dan vlak ik gewoon de diepe dalen uit op die manier. Dat is zo'n andere wereld. En door die quad kan ik tenminste op plekken gaan waar ik wil. Als ik de gelegenheid heb om even op een plek te gaan in alle zelfstandigheid met de quad, dan doe ik dat hoor. Ook als het af en toe illegaal is. Ja, 2.4 was daarna een beetje, heb ik toevallig ontdekt. En van een afstand dacht ik, oh, wat is dat van een klein lullig bootje. Totdat ik echt erin ging zitten en echt het gevoel kreeg dat, oef, dat is echt een boot met die heel sensibel is, heel gevoelig. En met alle, dat geeft je heel erg het gevoel dat je echt aan het zeilen bent, dat je op een grote kielboot bent of zo'n kleine bootje, de gevoel en de technische kant is gewoon precies hetzelfde. En daarmee kon je ook wedstrijd in varen. Dat is wel interessant om je te kunnen meten in wedstrijdverband hoe goed je kan varen. In 2001 ben ik 7e. En het tweede jaar ging ook goed. En het derde jaar, ineens 2003, werd ik gewoon 3e op een WK.
Oh, dat wil zeggen dat ik mee mag doen aan de Paralympics. Die gouden plak, weet je wel, dat is een leuk bijeenkomst in mijn hele leven, maar je hebt gezien van waar ik vandaan kom, wat ik meegemaakt heb. Dus ja, maar zoals ik zei, ik laat me niet veel beïnvloeden door maatschappelijke ideeën. Ja. Waarom heb je een vriendin? Is heel vaak omdat het is iemand die je ontmoet in je leven, die een bepaalde common interest heeft. We delen bepaalde waarden in het leven en het feit dat je vaak weg bent, oké, het is niet leuk. Maar een relatie is denk ik niet gebaseerd alleen het feit om samen op de bank 's avonds te zijn. Bij ons gaat het gewoon veel verder. Ik ben niet echt de type als ik thuis zou zijn om op een bank te gaan zitten of op zondag te gaan shoppen. Dat is ook als ik in Nederland zou zijn, zou ik dat nooit doen. En met de kinderen ook. Ik bedoel, het vriendinnetje, hetzelfde geldt voor de kinderen. Als het feit dat ik vaak weg ben, is ook niet makkelijk voor de kinderen. En ik heb ze zelfs gevraagd of ik moest stoppen om meer dingen met elkaar te doen. Ik zei, dat doe ik heel graag en dat wil ik eigenlijk. Hoeft niet. En toen waren ze heel erg verrast. Oh papa, ga je stoppen? Nee joh, ben gek. Je moet naar de Paralympics. En dat was 3 jaar geleden. Ze zei, ja, we gaan zelfs mee naar Londen. Dus ze zijn heel erg trots. En dat heeft mij gewoon laten besluiten om door te gaan in ieder geval tot Londen 2012.